Oké, dat gezegd, we hebben dus die HTML-pagina. Wat ik al aangaf, je hebt HTML en CSS. We moeten dus een CSS-bestand aanmaken. Dus we gaan een nieuw, bij file nieuw. En hij geeft een aantal opties. Nou, CSS is wat ik wil. Ik zeg create. Nou, ik krijg hier dus een CSS-bestand. Die moet ik wel even opslaan. En die noem ik stijl of style, maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe je hem noemt. En ik sluit hem meteen af. Dan denk je van waarom maak je hem aan en sluit je hem meteen af. Nou, het is namelijk zo dat als je Dreamweaver een HTML pagina een koppeling maakt met je stylesheet, dan komt hij erbij te staan. Dus dan hoef je hem niet elke keer allebei los open te hebben, dan kun je hem ook benaderen via je HTML. Hartstikke handig. Maar hoe doe je dat? Nou, hey, moet hier ergens een regel komen staan dat er dus een koppeling gemaakt moet worden met een stylesheet. Die kun je er zelf typen. Maar nu heeft Dreamweaver daar ook een handige optie voor. Dit gedeelte. En je pakt dus gewoon dit kettingje. Je klikt erop. En je zegt oké, je krijgt een pop-up attach external stylesheet. En je klikt dus op browse. En dan komt een stylesheet er al te staan, het CSS bestand. Ik klik oké. Ik klik nogmaals op oké. En er komt dus een regel hier op regel 6 te staan, waar dus het volgende in staat. Link, href, dat is dus de locatie van je stylesheet en hoe die heet. Rel is dus eigenlijk wat aangeeft van oké, wat is het voor iets? Nou, een stylesheet. En wat voor type stylesheet is het? Een tekst/css stylesheet. Nu zie je ook automatisch dat Dreamweaver eigenlijk hier al meteen een soort extra koppeling heeft gemaakt. En dan heb je dus source code, dus je broncode en de CSS bestand wat erbij hoort. Nu is het zo dat als je de stylesheet aanklikt en hij is goed gekoppeld, dan krijg je dus ook echt wel wat te zien. Is dat namelijk niet het geval, dan geeft hij hier een melding van dit bestand staat niet op deze computer. Ook al kan het misschien zijn dat hij er wel ergens staat. Dreamweaver kan hem in ieder geval niet vinden op die locatie wat jij hier hebt aangegeven. Dus dan zou je het even opnieuw moeten koppelen. Hoe doe je dat? Gewoon deze regel weer aan selecteren. Verwijderen. En eigenlijk dezelfde herhaling maken. Dus weer dat kettingje aanklikken. Enzovoort. Nou, dat gaan wij niet doen, want dit is gewoon goed gegaan. En ik heb dus gemerkt dat als je dus eigenlijk je pagina opmaakt, zoals ik het had aangegeven in die blokken. Dus hier is je logo, hier is je navigatie, hier heb ik dus een wat grotere tekst, hier ga ik dus een filmpje neerzetten. Ik heb hier een kolom met een vlak met een header in staan en twee tekstkolommen. En ik heb hier drie, ja, wat is het, artikelen met een foto, tekstje, een header en mijn footer. Ik zal even de blokkendoos uitzetten, kun je het zien. Dus dit moet het gaan worden. Dit wordt een YouTube embed filmpje. En de rest is eigenlijk vanzelfsprekend grote tekst. Twee kolommen tekst. Drie kolommen eigenlijk met plaatje en tekst en footer met de navigatie daar en daar. Dus dat gaan we maken. En eigenlijk als je hier houdt aan, aan deze kolommen, kun je dus ook heel makkelijk nieuwe opmaak maken voor die andere pagina's die ik toen had vormgegeven. Maar we gaan eerst deze maken. Omdat we dus precies hebben aangegeven van hoe groot bepaalde dingen zijn en waar ze moeten komen te staan, kun je dus ook opmeten in Photoshop van oké, hoe breed is alles. En je weet wat je moet aanmaken. Nou, om te weten wat de inhoud precies moet doen, moet je dus in de stylesheet aangeven van oké, hij moet zo breed zijn, zo hoog, hij moet links lijnend zijn, dat soort dingen. Maar als je dus geen, hoe zeg je dat, ID of een class eraan voegt,
en dat zegt nu even helemaal niks, dan doet hij, dan snapt hij ook niet van oké, wat moet bij wat. Hij moet dus een koppeling hebben. Zeggen een label. Nou, dat label, dat moet aan beide kanten overeenkomen. Dus als ik iets, een element Harry noem, met een kleine letter, dan moet in de style sheet ook een Harry staan met een kleine letter. Daardoor ziet hij dus van oké, hier staan dus de stijlelementen voor het blokje wat Harry heet. Nou, met dat gegeven is het dus zo dat je eigenlijk beter in de style sheet gewoon eerst kunt aanmaken de ID's, dus die labels, van wat je erin wil zetten. Waarom? Omdat je in de broncode dan meteen dat hij herkent van oké, dit moet erin komen staan, dat moet erin komen staan. Nou, als je naar boven kijkt hier, in mijn Photoshop document, heb je dus logo, navigatie, en dat is eigenlijk het bovenste gedeelte. En even kijken, hier heb ik grote tekst, die noem ik gewoon big text of zo. Dit kan ik bijvoorbeeld movie noemen. Deze ga ik to column noemen. En deze, je ziet het eigenlijk al, het is elke keer dezelfde grote header, ander plaatje, andere tekst misschien, maar wel elke keer diezelfde opmaak. Dus ik ga straks uitleggen dat je dus hier geen ID voor gebruikt bij een klas en waarom je dat doet. Ik heb hier dus wat NAW gegevens, oftewel naam, adres en e-mail en telefoonnummer. Ik heb hier een vlak met nog een keer navigatie erin staan. En ik heb hier een vlak met nieuws linkjes erin staan van mijn site. Ik heb hier ook een voet. Dit is eigenlijk één groot vlak natuurlijk, de footer. Dus ja, met dat gegeven zou ik ook gewoon ID's kunnen aanmaken.